De composthoop staat in brand bij voet. We zijn maar met z'n tweeën, Sam. De anderen zijn naar de bloemen- en groenteshow. Daar gaan wij ook naartoe. Achteruit allemaal, wacht op de echte hulp. Sam en Jenny zijn onderweg. Daar heb je ze al. Nou, ontzettend bedankt, Sam en Jenny. Ik wist niet dat de composthoop zo gevaarlijk kon zijn. Daarom heb ik Mark geadviseerd om hem om te scheppen en te laten afkoelen. Mark? Ja, dat klopt. Mandy zei het de hele tijd, maar ik wou niet luisteren. Ik was dus een beetje eigenwijs of zo. Maar hoe kon dat vuur nou uit zichzelf ontstaan? Toen Mark de pompoen plukte, bleef er een gat achter. De compost was al erg heet en toen de lucht in het gat kwam, ontstond het vuur. Het spijt me allemaal. Ik wilde zo graag dat het een groot succes werd en nu heb ik alles kapot gemaakt. Dat heb je niet hoor, pap. Ach, lievertje. Dus alle bloemen en planten zijn nog steeds intact, of niet? Oh ja, baas. Behalve mevrouwtje Tomaatje. Mooi. Dan gaan we het beoordelen. De winnaar is... de waterkers, gekweekt door Jaap en Sarah. Ja! Maar er is meer. Er is een extra prijs voor de grappigste inzending. De opplaktomatenplant in de brandweeremmer. Oh, nee. En wie heeft die prijs dan gewonnen? U ben ik bang, baas. Het spijt me heel erg, maar ik had een soort van een ongelukje. Een wat? Oh, Crispijn. Ik ben hier! Hallo! Oh, hij weet niet dat ik verdwaald ben. Norbert? Zit jij me te plagen? Honger. Is iedereen in orde? Oh, Sam! Ik zat toch zo in mijn piepzak? Oké, we zetten je terug op de weg. Waar is Klaas? Hij ging hulp zoeken. Het is zo'n hel. Heeft hij de bus verlaten? Ik zal hem wel even bellen. Geen bereik. Klaas kan wel overal zijn. Elvis, maak jij de sleepkabel vast aan de bus? Dan bel ik Tom. Okido, Sam. Tom, hier Sam. Klaas Kozijn is nog buiten. We hebben je nodig om hem te vinden. Geen probleem, Sam. Maar ik moet wel iemand hier bij me hebben. Ik help je graag, Tom. Oké, Sam. We zijn er klaar voor. Ja! Ja! Maar nu nog de chauffeur. Ik heb een hond. Een hele grote hoor. Woef, woef. Oh, tijger. Wat doe jij nou helemaal hier? Daar beneden. Hij zit vast in het moeras. Goed gezien. Ik denk dat je moet neerlaten met de dubbele harnas, Sam. Ik ben er klaar voor, Tom.
Alles goed, Klaas? Ja, Tijger hield me gezelschap. Ik had beter moeten luisteren en bij de bus moeten blijven. Nou, jullie zijn in ieder geval ongedeerd. En ik denk dat we het wilde beest van Piekepolder ook hebben gevangen, hè, Norbert? En nu naar huis. Klaas, waarom kom je niet bij mij en Norbert eten? Dat klinkt goed, Diewertje. Mam! Ik heb het wilde beest gezien. Echt waar. Oh, Norbert. Er is een barbecuebrand op de picknickplaats. Ik hoop dat jullie vanmorgen allemaal goed hebben opgelet. Nou, Elvis, ik denk dat je je worstjes eerder krijgt dan je dacht. Ik hoop dat er nog wat over is. Jenny, ik denk dat we hier twee slangen voor nodig hebben. Oké, Sam. Oké, Elvis, draai de kraan open. Sam, kijk, er staat een gasfles onder en die zou wel eens kunnen ontploffen. Goed gezien, Elvis. Hou iedereen op veilige afstand, dan gaan wij nu blussen. Komt in orde, Sam. Mensen, achteruit allemaal. Jenny, hou het water op de gasfles om hem koel te houden, terwijl ik de rest van het vuur blus. Is goed, Sam. Dat lukt wel. Zo, onder controle. Mag ik even kijken of er misschien nog worstjes over zijn? Of garnalen, brandweerman Sam? Sorry, Norbert. Gasflessen kunnen nog heel lang heet blijven. Het is daar voorlopig nog niet echt veilig. Oh, dan moet ik de rest van mijn worstjes maar mee naar huis nemen. En ik moet al mijn garnalen mee naar huis nemen. Maar ik heb zo'n honger. Ik heb niet eens wat geroken van die worstjes of die garnalen. Zet de volgende keer de barbecue niet zo dicht onder de boom. En misschien ook ietsje minder houtskool. Oh, je hebt gelijk, Sam. Ja, ja, het is ook mijn fout, Klaas. Ik heb me een beetje laten gaan. Nu proeft niemand mijn lekkere worstjes. En mijn garnalen ook niet. Wacht eens even. Dat olievat brengt me op een idee. Alsjeblieft, een barbecue. Perfect voor worstjes en garnalen. Maar die moeten jullie wel samen gebruiken. Geen probleem. Bedankt, brandweerman Sam. Zeg, eerlijk is eerlijk. Die worstjes van jou ruiken heerlijk, Klaas. Anders jouw garnalen wel. Hey, zullen we samen gewoon de barbecue-kampioen van Piekepolder zijn? Ha, knallend idee, man. Oh, zijn die worstjes nou eindelijk klaar? Ja. Tijger zit vast in een ondergelopen kelder. En Mark zit daar ook. Goed dan, haal mij hieruit, dan gaan we ze redden. De deur zit helemaal vast. Jenny heeft gelijk, ik krijg hem ook niet open. Ik probeer het wel met de bijl. Nee. Laat mij maar hier. Red eerst Mark. Het publiek komt altijd eerst. Als u het zegt, commandant. Vooruit, dan gaan we. Succes! Als alles maar goed gaat met Mark, we moeten samen nog een duet zingen. Maak je niet druk, Elvis. Er is vast niks met hem aan de hand. Kom maar mee. Goed, zit hij hierachter? Oké, Mark.
Ga zo ver mogelijk achteruit. Ik sla de deur in met mijn bijl. Ga je gang, Sam. Tijger, spring hierin. Dan blijf je droog. Ga je het water niet afsluiten? Of eerst de pomp halen? Eén ding tegelijk. We moeten eerst weten of Mark wel veilig is. Mark, ben je ver genoeg weg van de deur? Ik denk het wel, Sam. Pak mijn hand, Mark. Bravo, Sam. Ah, tijger is gered. Je bleef heel rustig. En je deed één ding tegelijk. Oh, ik wou dat ik dat gedaan had. Dan had ik nou niet zo'n troep gemaakt. Geef niet. Je bent weer veilig. Ja, dank je, brandweerman Sam. Kom op, Mark. Laten we ons duet gaan zingen. Wacht eens even, Elvis. Eén ding tegelijk, weet je nog? Ja, ik ga de hoofdkraan afsluiten. Elvis, ga mee de pomp halen om al het water weg te pompen. En ik moet nog een dametje in nood uit de kast halen. Daarna kunnen we allemaal naar de kade om naar Elvis en Mark te luisteren. Flip, flop, ik voel me weer top. Flop, flip en ik voel me tip. Flip, flap, zing ik hier voor de grap. We doen de flip, flap en de flip, flap, flop. Hoera! Hoera! Goed zo, jongens! Goed zo, mannen. Problemen op zee? Nog eentje. Alle branden nog aan toe. Norbert, Diewertje en Karel drijven stuurloos in de baai. En wacht even, en commandant Staal zit vast op het dak van Voet. Oh, oh nee, ik vraag me af of die zijn vlieger uitprobeerde. Jenny en ik nemen Venus en Neptunus. Elvis, jij neemt Jupiter en je gaat naar Voet. Okidok, Sam. Ik zie ze al. En op af. Oh, eindelijk. Daar zijn Jenny en Sam. Ik zorg wel voor de boot van Diewertje, Jenny. Dan sleep ik de boot van Karel. Norbert, gooi dat touw over. Dan leg ik je achter Karels boot. Oké, Sam. En ik bind je aan Neptunus vast, Karel. Het duurt niet lang meer of we staan aan wal. Oh, ik kan niet wachten tot ik weer op het droge sta. Geen paniek, baas. Ik heb u zo weer beneden. Ja, daar gaan we. Rustig aan maar. Oh, oh, hè. Is alles goed, commandant Staal? Ja, natuurlijk is alles goed. Uitstekend. Het hoort er allemaal gewoon bij, nietwaar? Het testen van deze vlieger. Wilt u dat ik dit weer naar uw neefje breng, baas? Absoluut niet. Eigenlijk is hij voor mij. Niks om u voor te schamen, hoor, baas. Het was mijn schuld niet. Het was de wind. Norbert, ik heb toch gezegd dat je alleen met een volwassene mocht gaan varen? Maar dat was ik toch? Kom op, Norbert. Je weet wat Jenny bedoelt. Oh, het spijt me. Ik heb iedereen in gevaar gebracht. Bedankt dat je kwam helpen, Karel. En jij ook, Sam. Oh, het is al goed, Norbert. Maar nooit meer doen, hè? Als je roer gemaakt is, mag ik dan jouw boot besturen, Karel? Probeer eerst maar eens iets veiligers, Norbert. Bijvoorbeeld vliegeren. Ja! Met vliegeren kan niemand in de problemen komen. Hier, Norbert. Hier heb je wat vitamine.
Oh, oh, dank je, Bob. We zijn er bijna. Daar is Sam! Hij is er! Haal hem eruit, Sam! Oh, alsjeblieft! Natuurlijk doen we dat, Diewertje. Oké, Jenny. Maak het touw vast aan die paal daar. Ik kijk bij Norbert. Oké, Norbert. Ik kom abseilen de put in om je te halen. Okido, Sam. Doe je wel voorzichtig, Sam. Oh, wat is hij toch dapper. Laten vallen. Laat dat maar zitten, Norbert. Wat deed jij daar in die put, Norbert? Het spijt me, mam. Ik kon niet wachten tot mijn verjaardag voor een nieuw skateboard. En toen ik hoorde dat de put vol met centen lag, dacht ik, dan koop ik daar een nieuwe van. Oh, wat ben jij toch een ongeduldige jongen, Norbert Puk. Ik weet het. Sorry. Maar mam, ik was ook zo gek op mijn skateboard. En daarom kocht ik dit. Wow! Dankjewel, Klaas. Maar op twee voorwaarden. Niet spelen in de put. En niet skaten in de winkel van je moeder. Dat is goed. Ik beloof het. Hé, doe nou. Wat heb je nou precies gewenst, Klaas Kozijn? Ik wenste dat je broodjes kaas had gemaakt voor de picknick. Ik hou niet zo van leverkaas. Oh. Je kunt het, Elvis. Doe het maar. Ik hang je maar wat rond met daar beneden de grond. Met mijn helm goed op, val ik zo op mijn kop. Ja! Ja! Uitstekend gedaan, Elvis. Dan blijft er nu nog eentje over. Een hond? Abseilen? Nee, dat was gek, hoor. Niet radar. U, meneer. Ik? Naar boven? U zei zelf dat het belangrijk was voor de hedendaagse brandweerman, commandant. Kijk uit, daar kom ik! Oh, oei, oh, 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 dat is zo, oh, oh, dat is zeer! Oh, oh, oh. Laat mij door, geef de commandant eens wat ruimte. Norbert Puk, had ik kunnen weten. Hallo, brandweercommandant Staal. Help mij, jongen, nou toch. Denkt u dat u hem kunt bevrijden? Achteruit allemaal en geef hem wat ruimte, graag. Dit doet mij denken aan een jongen die met zijn hoofd vast zat in het tuinhek. Maar hij zat weer vast op deze manier. Zo. Oh, nee. Nee, help me. Nee, ik zit vast. Ja, trek me eruit. Nee, niet daar. Het zijn zijn oren, zie je? Ze zijn groter dan die van mij. Oh, dit is belachelijk. Waar blijft de echte hulp? Het is een nare dag. Sinds de zon voor me scheen, viel ik eerst in bad, toen over de kat. Toen brok ik mijn been. Wat? Brandweercommandant Staal zit ook met zijn hoofd vast in een hek. Maar Sam en Jenny zijn nog niet terug. Ik ben de enige hier. Ik kan helemaal niks doen. Ofwel, iemand is in nood. Ik moet toch iets kunnen doen. Tuta. Hé, hey, dat zal jullie hebben. Dat is Elvis. Crispijn. Meld me voor dienst. Klaar en beschikbaar. Oh, grutjes. Geen probleem. Ik heb je er zo uit. Klaas, pak de pneumatische pomp. Hij ligt achter in Venus. Oké, Elvis. Vrouwen en kinderen eerst, hè?
me dan nu bevrijden van mijn moeder? Oh, nou, ja, dat heb je prima gedaan. Uitstekend. Laten we dit wel onder ons houden, hè, Crispijn? Okido, brandweercommandant Staal. Alles in orde? Oh ja, alles is prima. Dankzij Elvis. Hij is een held, Sam. Wat een fantastische brandweerman. Brandweerman Crispijn is altijd klaar en beschikbaar, Sam. Zelfs met een gebroken been. Wacht eens even. Wat heb je daar in je hand? Oh, dat is een fakkel. Wat? Maar dat is geen speelgoed, hoor. Ik heb hem gevonden. Ik wilde hem net aan brandweerman Sam geven. Goed zo. Maar nu kan ik hem heel goed gebruiken. Mandy, kun je hem hierheen gooien? Ik? Oh, goed dan. Goed gegooid, Mandy. Wow! Wel alle apenootjes. Waar is nou toch die... fakkel? Oh, die komt van de rots. Ik bel meteen brandweerman Sam. Oh, een noodfakkel vanaf de rotswand. Tom heeft een noodfakkel gezien, Sam. Iemand zit in nood bij de rotswand. Tom gaat er naartoe met de helikopter. Gelukkig zeg, daar is Tom al. Daar is brandweerman Sam! Het is Jenny! Ze zit vast op de rots! Je moet haar helpen! Rustig maar, Mandy. Het komt goed. Tom, laat het harnas zakken. In orde, Sam. Komt er al aan. Let maar op. Oké, Tom. Nu omhoog. Rustig. Hoera! Nee! Joehoe! Goed gedaan, Sam. Wat een geluk dat jij deze fakkel hebt gevonden, Mandy. En goed dat je hem niet hebt afgestoken. Gefeliciteerd, Mandy. Je bent een held. Oh, nou, ik heb direct tegen haar gezegd dat ze hem niet moest afsteken. Echt waar. Ik zeg maar zo, het is tenslotte geen vuurwerk. Wat ik nog steeds niet snap, is hoe die fakkel hier nou is verdwenen. Het is een compleet raadsel, vind je niet? Dat is het antwoord op jouw raadsel, Tom. Snuffy houdt echt van slepen. Zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam. En hij is heel accuraat. Brandweerman Sam. Hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.